Hoe maak je het? Een dag een familievolg of aanwezig zijn bij een geboorte of afscheid. Dat hoort allemaal bij het werk van een familiefotograaf. En in onze wekelijkse rubriek Hoe Maak je het? maken we vandaag kennis met Louise van der Broek uit Krachenburg. Louise, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent documentair familiefotograaf. Maar wat voor foto's maak je dan? Eh, ik maak foto foto's van het leven. En dan zoals het is. Dus. Niet geposeerd, maar van de kleine grote momenten uh, die het leven zo mooi en bijzonder maken. Ja, je noemt het zelf eigenlijk levensfotograaf, toch? Dat is, dat ja, is hoe je het ja. zelf uh, benoemt. Ja. ja dat, dat vat samen, nou ja, wat je net al zegt. En daarmee ben je ook in december uitgeroepen tot beste familiefotograaf van Nederland. Ja, dat klopt. Gefeliciteerd. <laughs> Dankjewel. En, en, en zelfs vijfde wereldwijd. Ja, ook. Dat, dat, ja, dat is ongelooflijk. Als je bedenkt hoeveel mensen uh, foto's maken, hè, ook qua, qua, qua beroep is dat toch wel redelijk algemeen beroep. Maar hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, ik heb. Uh, of, uh, het is door This Is Reportage. Dat is een uh, ja, grote internationale wedstrijd voor uh, documentaire familiefotografen, zoals ik dat dus ook doe. En uh, we sturen ieder jaar. Of ieder jaar heb je vier rondes. En dan kun je foto's insturen. En dan is er een uh, professionele jury die zich daarover buigt. En uh, ja, gemiddeld worden. Nou, 1 à 2 uh, procent van de ingestuurde foto's worden bekroond met een award. Hmm. Ja, ja. ja, ja is heel bijzonder. Laat, laten we even bij het begin beginnen. Hoe, hoe is dat ooit zo ontstaan dat je dat allemaal wilde vast gaan leggen van, ja, toch wel vreemden? Ja, dat uh, is een goede vraag. Of is het uh, eerst begonnen bij niet-vreemden? Dat uh, je eerste, je familie allemaal van ja, ja, als kind. Dat, dat ook, maar het was. Uh, ja, ik ben tien jaar geleden, heb ik op mijn bedrijf officieel opgestart. Maar voor die tijd was ik. Hobby fotograaf en ik zeg ik ga echt nooit mensen fotograferen, ga ik niet doen. Vind ik niks, wordt niks, weet ik veel wat. Maar dat bleek dus uh, juist mij enorm te liggen en, uh, Daar kwam je achter door het gewoon te doen. Ja, ik werd een keer gevraagd, nou wil je dit feestje fotograferen? Nou, oké, okay. dus zo gezegd, zo gedaan. En toen werd ik nog een keer gevraagd en toen nog een keer gevraagd. Nou ja, zo is dat balletje gaan rollen ja. en dan doe je het steeds vaker en dan worden mensen steeds enthousiaster. Hoe, hoe komt het dat, um, ja, wat, wat, voor misschien wel, wat voor talent moet je hebben dat mensen je zo intiem in hun leven laten? Want je legt echt alles vast, ook ja, als het misschien in het ziekenhuis niet goed gaat. Ja, dat klopt. Um, ja, ja, een beetje mensenkennis. Ik heb jaren in het onderwijs gewerkt en dat neem ik toch ook, merk ik, wel heel erg mee in mijn fotografie. In hoe je met mensen omgaat. Ja, een beetje dat onderbuikgevoel. Dat je intuïtief weet wat je moet doen in een bepaalde situatie. Maar hoe, hoe gaat het dan ook hè, als we bijvoorbeeld een, een, een feestje pakken? Hè? Iets, iets, iets leuks, iets luchtigs, een belangrijke dag in het leven van mensen. Een bruiloft, noem maar op. Wel, wat, wat, dan, wat doe je dan op zo'n dag? Nou, ik fotografeer natuurlijk. Ja? Oh. Maar ik, <laughs> Gelukkig. <laughs> ik begin al met het feit dat ik nou, probeer zeker een half uur van tevoren aanwezig te zijn. Dat ik eerst eens rustig wil beginnen met een kop koffie. Ja. Dat je niet meteen bij mensen op de neus hoeft te zitten met de camera. Maar dat je gewoon rustig de dag kan beginnen. En zo eigenlijk meegroeit in de rest van de dag. En natuurlijk in het begin zijn mensen zich nog wel bewust van je. Maar ja, ik klets hier en daar wat. En uh, ik doe gewoon mee. En uh, ja, tijdens de ceremonie bewezen ging ik natuurlijk heel rustig rond. Dan uh, ga ik niet als een malle overal naartoe rennen. Want dan val je wel op. Maar als je gewoon... Rust en je doet mee en je gaat mee in het geheel, ja. dan... Ja, want dat is Mensen moeten je niet meer doorhebben, als het ware. Je moet ja. een beetje onzichtbaar, maar ook, ja, je staat er ook gewoon, dus je bent in die zin wel zichtbaar. Je moet erbij zijn op het moment dat die ertoe doen. Ja. Maar aan de andere kant moet je, moeten mensen zich helemaal vrij voelen om rondom jou gewoon te doen wat ze willen doen. Ja, en daarmee helpt het ook echt om ook af en toe een praatje te maken. Want dan ben je dus niet meer die vreemde met die camera. Maar dan word je onderdeel van de dag. En ja, wanneer je onderdeel ervan bent, ja, dan vergeten mensen jou. Ja. Um, ja, je, je komt op allerlei momenten in iemands leven uh, voorbij. Heb je wel eens dat de mensen je terugvragen voor iets anders? Ja, zeker. Ja? Ja, ik heb uh, bij gezinnen dat ik uh, meerdere geboortereportages, een huwelijk... en uh, gewoon een dag uit hun leven... of uh, dat ik nog ben teruggevraagd voor een afscheid. Um, ja, dat heb ik het allerliefst. Want dan, ja, als je mensen leert kennen dan uh, begin je op een andere manier te kijken. En dan kom je dichterbij, waardoor je nog mooier uh, momenten kan vastleggen. Voor ja, mij. Ja. Eerste, dat werkt voor mij zo. Nou is het zo dat uh, als je een foto neemt, dan hoor je zo klik klik. Zz, zoiets hè? <laughs> nou, met veel was dat ooit toch? Nou, <laughs> volgens mij heb je dat ook wel, op digitale camera's. Of uh, veel minder. Uit? Ja, Je uh, hoort ja, niks meer klikken. Het geluid wordt steeds minder. Het gebeurt zelfs dat ik op bepaalde momenten... Uh, van de stille sluiter, zoals dat heet, gebruik kan maken. Maar dat hangt wel van het licht af. Want als er heel slecht ledlicht gebruikt wordt, dan zie je van die mooie streep in de foto. En dan zal ik toch met geluid moeten fotograferen. Maar dan denk ik altijd: oh help, dat is echt heel hard. En nou, mensen die wat, ja. een meter verder staan, die hebben het al niet eens door. Maar een flitser of zo, dat, heb je, dat valt ook wel op hè? Nou, dat valt dus ook reuze mee. Oh. Hangt ook heel veel met hoe je flitst. Maar als jij uh, tegen muren flitst, dat noem je bounce. Het licht terugkaatsen, dan valt dat dus reuze mee. Dan valt ja. dat helemaal niet zoveel erg meer op. En heb je ook wel eens van die situaties dat je denkt van, oh, dit, dit heb ik helemaal geen zin in. Of dat iemand heel veel uh, wensen en voorkeuren heeft, jou eigenlijk heel erg in een bepaald uh, hoekje ja, richting induwt. Terwijl jij zoiets zegt van, joh, laat me dat maar gewoon. Ik doe mijn ding. Niet meer. Oh, dat was ooit. Nou ja, weet je, in het begin ben je nog wat onzeker over wie je bent, wat je doet en wat je maakt. En ja, in de loop van de jaren heb je dus dan een ervaring opgedaan. Ik durf nu ook gewoon tegen mijn klanten te zeggen: sorry, heel leuk idee, maar dit, ga ik, ik niet. Niet, dit ja. ga ik niet doen of dit werkt niet of uh, dit is misschien een beter idee. Je kan natuurlijk ook altijd een alternatief voorleggen. Ja, ja. Um, nou, nou, nou zei je, Jan Paul, net al, van, uh, je moet er op het belangrijkste moment wel steeds zijn. Hè? Zeker bijvoorbeeld uh, misschien voor het ja-woord of het aansnijden van die taart. Mis je wel eens zo'n moment? Het is me wel eens overkomen, ja. En hoe voelt dat dan? <laughs> ik baal als een stekker. Echt, nou ja, dat voel je, voelt als een enorme blunder. Maar wat ik merk, is dat die foto's stiekem niet het allerbelangrijkste zijn. Tuurlijk, ze zijn mooi en ik heb altijd wel om de momenten daaromheen nog foto's. Dus het is nooit dat iets helemaal gemist wordt. Maar ik heb ook geleerd dat uh, de foto's die het, um, ja, dat van de, van de momenten daarop. Heen waarop er echt interactie is, dat die het meeste raken en dat die ja. de meeste waarde hebben. Maar het is niet dat je dan zegt: Oh jongens, ga nog heel even terugstaan. Nee, jullie stonden nee, nee. zo goed. Of nee. doe die ring nog even één keer. Nee, dat... nee. nee, want dan, is, dan ja, nee. ben ik dus niet meer die, die of vliegen op de muur. Nee, precies. Ja, dan, Sowieso, eh. maar dan worden mensen zich bewust van mij. En dan ja. doorbreek ik dat hele moment. Maar dat is er, maar soms kom je er, ontkom je er niet aan. Ik bedoel, als je nou, stel je hebt ook familiefotografen in studio's, dat doe jij dan niet, hè? maar, maar dat, hè, dat betekent dat iemand uh, in zo'n studio-setting bepaalt van, nou gaat zo staan, en jij gaat zo, en doe nog even je hand weer zo, weet je wel, dat, dat soort dingen. Uh, dan regisseer je dus die complete foto. Maar ja. dat wil je eigenlijk helemaal niet doen. Nou ja, natuurlijk maak ik wel de groepsfoto's en dat is dan gewoon bijvoorbeeld een half uur op zo'n dag, uh, reken uh, daarvoor in. Ja. En dan zeg ik ook altijd: doe niet te veel combinaties, want uh, ja, voor je, dat is voor niemand fijn, voor jullie niet, maar ook zeker voor jullie gasten niet. Kies gewoon de combinaties uit dat iedereen er een keer op staat. En dat jullie alle belangrijke groepen vastgelegd hebben. En dat regisseer ik dan. Ja, oké, okay. maar al het andere, al het dynamische en het uh, variabele eigenlijk, hè? want dat heb je niet onder controle. Daar ga je maar gewoon in mee zoals het loopt. Ja, en daar ligt mijn kracht. Okay. Um, ja, Louise, naast jouw gewone werk als familiefotograaf ben je ook bezig met een boek. Wat, wat wordt dat voor boek? Ja, dat wordt een uh, boek over. Uh, ja, deels over ons leven op de boerderij. Uh, maar dan. Um, ja, we weten allemaal, het is nu. Uh, de agrarische sector ligt onder groot vergrootglas. Uh, ik ben getrouwd met een akkerbouwer. En hoewel de focus nu ligt op de veeteelt, gebeurt er ook heel veel in de akkerbouw. En we merken gewoon um, dat het hele moeilijke, spannende tijden zijn. Um, maar het raakt je ook ergens heel diep. Omdat het. Het, uh, het is de plek waar je je wortels hebt. Mijn man is de derde generatie. Dat betekent dat zijn familie al 75 jaar op deze grond. aan het boeren is. Uh, overnemen is niet vanzelfsprekend. Want nou ja, de grondprijzen rijzen de pan uit. En om het echt goed over te komen. Ja, je kan jezelf ook niet. In het oneindigen, in de schulden steken. Dus ja, kunnen wij straks onze kinderen nog de keuze he, geven? Ja, dat is nog maar de vraag. En dan, ja, de, um, uh, ja het is eigenlijk met je wortels. Hoe je, uh, wat als je wortels hun grip verliezen op de grond waarin ze gevestigd zijn. Maar wat voor soort boek wordt het dan? Wel met foto's? Ja, het wordt een fotoboek. Uh, ook wel met verdieping met een verhaal erbij. Hey, dat ben ik nu aan het schrijven. Um, ja. ja, bijzonder. Leuk. Ik zie ja, wel dat hij echt raakt. Leuk. Ja, ja maar ja. dat doet het wel ook. Dat ik ben er al nou stiekem al zeven jaar mee bezig. Het is pas de afgelopen anderhalf jaar dat het echt de vlucht heeft genomen. Maar dat komt ook omdat het nu zo actueel is. En voor mij um, uh, deze plek, de boerderij, is voor mij de plek waar ik mijn wortels gevonden heb en waar ik ook eigenlijk echt niet meer weg wil, zeg maar. Ja. Dus ja. Dat, uh... Nou, spannende tijden eigenlijk wel. Ja. En uh, jouw mooie boek moet voor het uh, aan het einde van het jaar uitkomen, begrijp ik. Hè? Ja, klopt. Dan uh, vieren, we, vieren we dat we de 75ste oogst uh, binnen hebben gehaald. En dat vond ik een mooie mijlpaal om uh, zo'n boek te presenteren. Nou, heel dan, mooi. Dan ja. ontvangen we je graag weer hier in de studio. <laughs> om dat over dat mooie boek te hebben. Maar in ieder geval van harte gefeliciteerd. Dat je de beste familiefotograaf uh, ter wereld bent. Uh, Dank je wel. <laughs> en dat bijna. ook nog vanuit uh, Krachtburg. <laughs> hè? Ja. Uh, Louise Stap. van den Broek, familiefotograaf uit Krachtburg. Dank je wel. Ook heel erg bedankt. Aha, zo maak je het.